Ja, ze buitelen allemaal over elkaar heen, hè, vrienden. Zien jullie het op tv? Ja, al die mensen die allemaal nooit iets fout hebben gedaan in hun leven. Die zich altijd helemaal correct hebben gedragen. Oh, ze moeten allemaal vertellen hoe erg het allemaal is met de Matthijs. En ook al die talkshowfiguren, hè, die Jinek. Ja, nee. Oeh, ze nemen het niet op, hoor, voor de Matthijs. Nee, Bo. Nee. En die Renssen nog erger. Oh. En ook bij Opeen. Iedereen handjes eraf. Deze zijn allemaal zo geschokt. Nou, vrienden, ik vind dat heel ernstig. Maar wat nog ernstiger is en heel erg is, dat is, ik heb dat woord even opgezocht, loyaal. Ken je het woord loyaal? Ja, het heeft bijna geen betekenis meer tegenwoordig. Maar loyaal, dat wil zeggen iets met toewijding en trouw. Daar staat het voor, loyaal. Ja, en loyaliteit, ja, ik ben het in mijn leven bijna nooit tegengekomen. Eén of twee keer misschien dat je dat gaat vinden. Maar ik wil jullie daar eigenlijk voor waarschuwen, vrienden. Ja, kijk uit met loyaliteit. Want we hebben het gezien met Johan Derksen toen bij de Insight. Toen hij met het kaarsverhaal kwam. En toen, hup, die talpas ook, hup, ze lieten hem zo, poep. En we laten hem vallen. Fijn. Ja hoor. Oh nee, daar willen we niks mee te maken hebben. En ze keken weg en ze hadden helemaal, ze namen het niet op voor Derksen. Niks. En die Derksen had daar toen zo verschrikkelijk genoeg van. Kun je het nog herinneren? Ja, en die zei van, nou, dan stop ik ermee. Als jullie toch niks met mij te maken willen hebben. Nou, de hartelijke groeten. En uiteindelijk de mol en geld en alles. En die hebben het dan weer ervoor gezorgd dat hij terugkwam. Maar eigenlijk was Johan Derksen klaar met Talpa. En nu zien we hetzelfde, ja, met de Matthijs. Want de Matthijs die zegt ook tegen de Vara de hartelijke groeten. Want jullie nemen het ook, hè? Want die Vara doet ook dit, hè. Hup, gelijk, hè. Ja, nee, oh, laat vallen. Krijg de kleren maar en weg. En die Matthijs, die denkt bij zichzelf, oh, nou, dan stop ik ook lekker met de Vara en de hartelijke groeten. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Kijk, je kan in het leven kan je loyaal zijn aan je baas. Dat kan je doen. Die beslissing kan je nemen. Maar vrienden, ik ga je vertellen, dat is zo'n enorme blunder. En zo fout, want de baas zal nooit... Luister goed, nooit loyaal zijn aan jou. Dus doe dat niet. Maak niet die fout. Je hebt het gezien met Derksen bij Talpa. Je hebt het nu gezien bij de Matthijs en de Vara. Niet doen. Dus mijn tip. Streep het woord loyaal voor altijd uit je leven. En doe dat nooit.